Ja, de belangrijkste vraag aan jou. Wat gebeurt er in jouw ogen bij dat moment waarbij jij ook opeens rood krijgt? We kregen net een rode kaart. En die bal ligt bij mij voor mijn voeten. En ik wil wat tijd rekken, zodat die spits op mij doorloopt. En ik ga met mijn hoofd naar beneden om die bal op te pakken. En ik krijg in één keer een tik op mijn kaak. Ja, en vandaar reageer ik en pak ik hem beet. Ik denk geen hele rare reactie als zoiets gebeurt. Maar goed. Nee, zelf geen slaande reactie of iets dergelijks. Wat was de uitleg? Heb je die überhaupt gekregen van de scheidsrechter waarom jij rood kreeg? Ja, er was een hoop commotie helemaal toen ik ook rood kreeg. En volgens mij zei hij tegen mij, ja, je krijgt rood voor jouw reactie. Dus, ja. Als het aan jou ligt, beroep aantekenen hier tegen, want jij staat hier volgens mij met de onschuld in je ogen. Nou goed, ik weet niet hoe het eruit zag. Kijk, ik had gewoon een boze reactie, wat denk ik logisch is. En hoe dat precies eruit heeft gezien op de beelden, dat moet ik nog even bekijken. Maar, ja, voor mijn gevoel was het gewoon een natuurlijke reactie, een impuls. Ja. Het is wel vervelend, want eigenlijk zijn de play-offs al min of meer begonnen. Hè? Volgende week zo'n wedstrijd. Ja, wij kijken er nu ook al naar uit. Dat zijn de potjes waar het voor doet, erop of eronder. Ja, daar doe ik het ook voor. Weet je speelt heel het seizoen, ik heb elke wedstrijd gekiept. En het gaat nu heel belangrijk worden. En dit is hartstikke zuur. En ik hoop maar dat het misschien één wedstrijd wordt. Of ik weet helemaal niet hoe dat in zijn werk gaat allemaal. Maar ik hoop dat het meevalt. Dit is wel een fantastische avond. Een avond die jullie even nodig hadden, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Het is gewoon weer een beloning hoe we bezig zijn. En natuurlijk vallen de rode kaarten. Maar we hebben gewoon het overwicht. En op een paar kansjes na de eerste helft die je weggeeft, zijn we gewoon stukken beter, denk ik. En moet je misschien nog wel met meer goals hier weggaan. En je creëert de situatie dat je alles in eigen hand hebt. En dat is altijd het lekkerste, lijkt me. Ik geloof dat VVV gelijk heeft gespeeld. Dus 2 keer winnen wisten we van tevoren al, is goed voor ons. Betekent play-offs en eerste stap is gezet. Speelt het ook nog of je dan in de, zeg maar, de gunstige kant van die play-offs komt? Dus aan de kant van de nummer 17 van de Eredivisie en niet de nummer 16? Want ook dat heb je nu in eigen hand als je wint. Ja, laten wij nou gewoon winnen en zorgen dat we die play-offs halen. Dan gaan we daarna daar naar kijken.